Dames en heren, jongens en meisjes, goedenavond. Goedemorgen, meisjes en jongens, dames en heren. Dames en heren, dit is de AVRO weer op Nederland 2. Goedenavond. Dames en heren, jongens en meisjes, goedemiddag. Dames en heren, goedenavond. Daar zijn we weer en we zijn blij dat u er ook nog bent. U hebt een goede keuze. Met deze woorden openen de televisieomroepsters meer dan 50 jaar lang de televisieavonden bij de publieke omroep en een enkele commerciële zender. Deze gastvrouwen en heren zijn het visitekaartje van de omroepen. Voor de kijker een bekende verschijning in de Nederlandse huiskamer. Tussen de programma's door vertellen zij wat wij allemaal op het scherm kunnen verwachten. Ook wordt er even geduld gevraagd als er een storing optreedt. Er zijn wat problemen met de filmscanner. Zoals u inmiddels wel gemerkt zult hebben, we vragen enkele ogenblikken uw geduld. En aan het eind van de televisieavond wensen ze ons een goede nacht. Ik dank u voor uw belangstelling en graag tot morgen. Dat was het allemaal. Graag tot zondag. Goedenavond. En ik wens u een goed weekend. Nou, en dan gaan wij nu naar huis. Ik wens u nog een hele goede nacht en graag tot ziens. Op 31 mei 1951 wordt de Nederlandse televisiestichting, de NTS, opgericht door de omroepverenigingen AVRO, KRO, NCRV en de VARA. De VPRO gaat vanaf 1952 ook televisieprogramma's maken. De NTS gaat programma's verzorgen met een algemeen karakter. En de afzonderlijke omroepen gaan programma's voor hun eigen doelgroep uitzenden. Voor dit nieuwe medium wordt er uitgeweken naar Studio Irene in Bussum. Dit voormalig kerkgebouw wordt omgebouwd tot televisiestudio. Het is de eer aan omroepster Jeanne Roos om namens de NTS op dinsdag 2 oktober 1951 de eerste programma's te mogen aan- en afkondigen. Vanavond is het een heel bijzondere avond. Niet alleen bij u in de huiskamer, maar ook voor ons hier in de studio. Want na zeer lange voorbereidingen zijn wij dan eindelijk zover dat we u een volledig televisieprogramma kunnen aanbieden. Het eerste in een reeks experimentele uitzendingen. De frequentie van uitzendingen is in het begin maar 3 uur in de week. Op de dinsdag en op de vrijdagavond. Voor de televisieuitzendingen worden in het begin radioomroepers ingezet. Zij hebben tenslotte al ervaring met het omroepwerk. De televisie bestaat nog maar net en er is nog geen aparte functie voor dit nieuwe fenomeen. Het zijn de omroepen KRO en NCRV die wel speciaal televisieomroepsters aanstellen. En twee dansen die werden uitgevoerd door Marjan Hilaridas, Hanny van Leeuwen, Jaap Vlier en Rudy van Danzig, alle leden van het Nederlands Danstheater. Het is gebruikelijk dat de omroepsters in de set van het programma de programma's aankondigen. De uitzendingen zijn allemaal live en dit geeft de technicus de gelegenheid om alles klaar te zetten voor het volgende programmaonderdeel. En Jos Kleber presenteert u, dames en heren, een programma van vocale en instrumentale klanken met als solisten Truusje Koopmans, Jos Kleber, Jules de Korte, Ger Smit en Corrie Brokken. Als de televisie vanaf midden jaren 50 aan een opmars bezig is, worden de omroepsters van het eerste uur beroemdheden. Dit zijn Tanja Koen, Hanny Lips, Ferdie Dixon, Ageet Scherphuis en Karin Kraaikamp. Ze worden wel de koninginnen van Nederland genoemd. Er is tenslotte maar één televisienet en ze genieten herkenbare status als visitekaartje van de publieke omroepen. Door technische moeilijkheden in het Eurovisienet is het eerste lied, dat van Italië, straks niet in alle landen ontvangen. Het zal daarom nu nog eens overnieuw gezongen worden. TV Noordzee, een initiatief van de reclame-exploitatiemaatschappij De Rem, gaat vanaf 15 augustus 1964 programma's uitzenden. Het verschil met de andere omroepen is dat de omroepbeurten vooraf worden opgenomen in Amsterdam en later worden uitgezonden vanaf het kunstmatige Rem-eiland voor de kust van Noordwijk. Ja, dames en heren, en hier sta ik dan op het televisie-eiland in de Noordzee. Het waait hier heel erg hard. Vreselijk hard zelfs. Ik hoop daarom ook dat u mij goed kunt verstaan. Terwijl wij een half uur programma voor u gaan opzoeken, komt het scherm vrij voor onze goede vriend Mr. Magoo. Omdat de Nederlandse wetgeving verbiedt om commerciële televisie uit te zenden, valt na 3 maanden het doek voor TV Noordzee. Vanaf oktober is ook Nederland 2 op ons televisietoestel te ontvangen. Dit is de NTS via de zender Nederland 1.
Voor ons zondagmiddagprogramma Monitor schakelen we nu over naar de studio Sandbergen in Hilversum. Als in 1969 de omroepwet wordt ingevoerd, verliest de NTS haar onafhankelijkheid. De NTS en de NRU zullen samen gaan fuseren tot de NOS. Eveneens in dit jaar is het de VPRO die als eerste omroep de omroepsters laat vervangen door een anonieme voice-over. Aan de hand van grafische animaties, gemaakt door Jaap Drupsteen, wordt op deze manier de televisieavond aan elkaar gepraat. Hiermee volgen ze het voorbeeld van de BBC die uitsluitend met voice-overs werkt. Ook heeft kleurentelevisie inmiddels zijn intrede gedaan in Nederland. Dag lieve mensen, dag allemaal. Een avondje AVRO, dus kom op verhaal. Een avondje AVRO, voor iedereen wat. De omroepsters van het eerste uur zijn inmiddels afgezwaaid. En steeds meer mensen bezitten een televisietoestel. Ook de populariteit van de publieke omroepen groeit. En voor de afwisseling worden vanaf de jaren 70 meer mannelijke omroepers aangetrokken om de mensen bij te praten over de televisieprogramma's. En zo kan het dat u onder de gasten in dat programma de groep Exceptions zult zien en horen in de samenstelling die wereldberoemd was en inmiddels niet meer bestaat. Een goede gelegenheid om nog snel even te kijken. Hij maakt een muzikale rondreis door Venetië, Florence en Siena. Marco Bakker wordt begeleid door het Metropoolorkest en productie en regie heeft Kitty Knap. De volgende uitzending uit deze serie All You Need, dames en heren, zal worden uitgezonden in het KRO donderdagavondprogramma van 25 augustus aanstaande. De meeste omroepsters zijn op freelancebasis in dienst van de zendgemachtigden. De omroepers krijgen een gering honorarium, aangevuld met kap- en kleedgeld en gemaakte reiskosten. Na afloop van de omroepavond kan men bij de studiochef het loon afhalen. Later krijgen de omroepsters een contract. Ben ik u mooi? Dames en heren, u weet het, we hebben nog één programma voor u vanavond, het NOS Journaal. En dat wil nou weer niet zeggen dat we niet meer voor u in petto hebben. Oh ja, voor de kleurenkijkers nog even dit, voor het geval u zich mocht afvragen waarom ik hier in zwart-wit zit. We zitten vanavond, bij wijze van uitzondering, in een zwart-wit studio. Ja, en dat was hem. De theatershow 1978 van Toon Hermans. Over ruim 4 weken gaat Toon Hermans met een splinternieuwe show weer het land in. En natuurlijk wensen we hem ook met deze nieuwe show heel veel succes. De omroepster heeft als functie mensen te informeren over de programma's. Maar als de omroepster iets moet vertellen over bijvoorbeeld studiobezoek bij opnames van programma's of andere informatie, komen de kaarten met datums en adressen in beeld. Deze titelkaarten staan opgesteld op een houder die met de hand worden omgeslagen door de toneelmeester. En dames en heren, als u zich nu opgeeft als abonnee, dan krijgt u niet alleen deze programma-stickers toegezonden, maar dan ontvangt u bovendien ook alle televisienummers tot 1 februari gratis. Een briefkaart aan AVRO, antwoord nummer 5000 in Hilversum, is voldoende. En nu Sonja Savonds. In Studio Concordia in Bussum praat Sonja Barend voor de derde keer met 3 bekende Nederlanders. Willeke Alberti, Adele Bloemendaal, Sylvia de Leur, Tante Leen en Lisbeth List. Dames en heren, graag uw aandacht voor Rondje Amsterdam. Voor die mensen die op hun televisietoestel teletext kunnen ontvangen, wil ik alvast zeggen dat we alle 3 de delen Nederlandse ondertitels geven via teletext voor die mensen die slecht kunnen horen. Het AVRO-programma wordt nu 20 minuten onderbroken voor reclame en journaal. Daarna om 9:50 komen we bij u terug met de eerste aflevering van McCoy. Dames en heren, tot straks. In 1977 worden de camera's geautomatiseerd en verdwijnt de cameraman van de studiovloer. Ja, eenzaam met een camera in zo'n grote ruimte, dat is natuurlijk ook niet je van het, want daar weet ik alles van. En wat ik ook weet is dat de AVRO-zendtijd er nu op zit. In het Zeister Slot vindt weer een muzikale ontmoeting plaats tussen de Amerikaanse muzikus Jack Conner en de Nederlandse pianist Klaas-Jan Mul. Dat was het wat ik nog op het hart had. Bedankt voor het kijken, een fijne avond nog en graag tot zaterdag. Omdat de omroepen soms maar 1 keer in de week uitzending hebben, moet men soms lang wachten tot de volgende aflevering van een serie. Om de kijker het geheugen op te frissen, vertelt de omroepster van dienst het verhaal van de vorige aflevering. In de aflevering van vorige week heeft u kunnen zien
hoe Claudius, inmiddels volwassen geworden, zich als een idioot blijft gedragen, maar zich opwerkt tot een historicus van een hoog niveau. Hij trouwt en krijgt een zoontje en is er getuige van dat zowel zijn goede vriend Postumus, die in aanmerking kwam voor de troon, als keizer Augustus zelf werden vermoord door toedoen van zijn grootmoeder Livia. Veronica wilde niet helemaal aan het carnaval voorbij gaan en nam met een aantal artiesten een gezellig carnavalsprogramma op. En daar speelt voor u de Buddy Rich Big Band. En ze doen dat tijdens het derde North Sea Jazz Festival. We vervolgen ons programma met Mikhail Strogoff, de koerier van de tsaar. Tot zover de EO voor vanavond. We hopen dat u ook volgende week weer zult kijken. Wij wensen u nu nog een prettige avond verder en tot ziens. In 1978 worden de omroepers van de VARA, Joop Smits en Alice Berger, vervangen door de VARA Haan. Deze geanimeerde haan, ontworpen door René Coelho en Swip Stolk, gaat de functie overnemen van de omroepers. Omdat de meningen bij de achterban verdeeld zijn, krijgt de haan de kans niet om zich te bewijzen. En verschijnen de omroepers weer in beeld. Tot besluit van deze VARA zaterdagavond leest Simon Carmichael het voor uit eigen werk. Dan kunt u nu kijken naar een gevarieerd programma gepresenteerd door Sonja Barend en Marcel van Dam, mei 81. U ziet zo dadelijk nog reclame en journaal en wij zijn er morgen weer. Tot dan graag. De programma's voor leerlingen en docenten uit het onderwijs worden verzorgd door de Nederlandse Onderwijstelevisie, de NOT. Deze educatieve uitzendingen van schooltelevisie worden door de omroepers van de NOS verzorgd. De Engelstalige programma's worden tot in de jaren 80 keurig aan- en afgekondigd in het Engels. Good morning everybody, welcome to the school television broadcast. We'll continue our series Captain Peters with the third episode called The Captain's Car. The captain, Katie and Stefan tell each other their dreams. Dreams can be funny, but they can also be frightening and strange. And that's the end of today's invitation to a murder. Ladies and gentlemen, boys and girls, until the next time, have a good time. Om 11:30 gaan we verder met het programma Tijdschrift en tot die tijd pauzeren we met Reinhard May. Goedenavond, dames en heren. Dit is de top 20. U bent rechtstreeks verbonden met de Studio 2 in Hilversum, waar op dit moment een rechtstreekse uitvinding plaatsvindt van de feestelijke avond, uitzending van het jubileumprogramma 10 voor de Trolls. Aan dit programma werken onder andere mee André van Duin, de man, dus Henk Elsing, Willy Dog, Gil Montagne, Marco Bakker en het Engelse orkest. Voor een zoektocht naar een nieuwe televisieomroepster laten de omroepen een advertentie plaatsen in de landelijke dagbladen of door middel van een oproep op de radio en televisie. Dat het beroep populair blijkt te zijn, is op te maken uit de vele honderden reacties die binnenkomen. Ja, er was een oproep op de televisie en daar heb ik op gereageerd. Nou, en toen kreeg ik op een gegeven moment een uitnodiging om langs te komen. Hoeveel mensen mochten langskomen? 40 van de 400. Ik was net als Marusha al vertelde dat er een heleboel kandidaten waren tegen de 500. Dat werd eerst op brief uitgeselecteerd. Daarna kwamen er zo'n stuk of 40 uit. Daar werden we dus eventjes voor opgeroepen in de Irene-studio. En daar zat ik dus allemaal beeldschone mevrouwen. Om 16:55 geven we nog wat handige tips in de laatste aflevering van Langlaufen kan iedereen. En dat is een samenvatting van alle vorige delen. Iedereen die wat wil zeggen, wil laten zien of wat te vertellen heeft in Stuiverzin, die kan naar de AVRO schrijven. Sommigen van u hebben misschien in hun omroepblad kunnen lezen dat we om 12:00 een speelfilm zouden uitzenden. Maar dat gaat om technische en personele redenen bij de NOS jammer genoeg niet door. Het gegeven van de film is betrekkelijk eenvoudig. Een Franse actrice is voor filmopname in het Japanse Hiroshima. En aan het eind van de avond om 11:15 de eerste griezelfilm in de nieuwe serie Hammer House of Horror. U weet dus wat u te wachten staat. Zo dadelijk na reclame en journaal neemt de NOS de uitzending van ons over. Dames en heren, nog een hele prettige avond en graag tot maandag.
De omroeppresentaties kwamen behalve uit Studio Irene en Studio Concordia ook uit Studio 1 en 2 op het Omroepkwartier, nu bekend als het Mediapark. Vanaf de jaren 80 wordt de zendtijd uitgebreid en komen er meer middaguitzendingen. Dit is weer Veronica's donderdagmiddag met de nieuwe omroepster. Ik ben Daphne Dekkers, ik ben Club Veronica lid en ik mag dit de komende tijd gaan doen. Eieren voor Moskou, dat is de titel van de nu volgende film waarin Michael Caine en Karl Malden de hoofdrollen spelen. In de serie natuurfilms over de dieren van India gaat het vanavond over de Siberische wintergasten van Rajasthan. Ja, en dan gaan we nu op deze avond toch echt naar Wien. En met wie zouden we dat anders kunnen doen dan met Christina Deutsch? Ja, dag Sonja. We zijn nu echt aan het einde gekomen van deze KRO-uitzending. Zondagochtend aanstaande zijn we er weer om 11 uur op Nederland 1. U kunt nu nog kijken naar het laatste nieuws en wij nemen afscheid van u tot volgende week zaterdag. Voor straks eventueel welterusten. In 1984 besluit de AVRO in navolging van de VPRO de programma's te laten aan- en afkondigen door een stem buiten beeld. Straks om 16:30 ons wekelijks magazine over stripverhaal en tekenfilm wordt vervolgd. Maar eerst gaan jullie met ons naar de kinderbios. En terwijl de laatste beelden van Marco Polo wegrollen, attenderen we u alvast op onze volgende AVRO-uitzending, vrijdagavond op Nederland 2. Dan brengen we het jaaroverzicht van Televizier Magazine en een show rond Leonie Janssen. En over het eerste programma vertelt Ria Bremer u nu iets. De verschillende aspecten. Al na enkele maanden wordt dit besluit teruggedraaid en verschijnen de omroepers weer op de beeldbuis. De omroepers hebben inmiddels een nieuw onderkomen gevonden in de uitzendstraat in het mediacentrum naast de eindregie. Het verhaal gaat over de generatie kinderen van vlak na de oorlog, wiens ouders voor en in de oorlog voor een linkse opstelling hadden gekozen. Om 18:30 kunt u kijken naar Elvin en zijn boefjes, ofwel de Chipmunks, en om 19:55 een tekenfilmpje in Merry Melodies. De volgende uitzending gewijd aan het bezoek van Paus Johannes Paulus II aan Nederland, en u hoorde dat al van Pim Reintjes, is straks om 16:45 bij de KRO. Namens alle medewerkers hier in het uitzendcentrum wens ik u een goede nacht. Als u aan het werk bent, een goede wacht. En mocht u gaan slapen, droomzacht en welterusten. Vanaf 4 april 1988, met de komst van Nederland 3, zullen er geen omroepsters meer in beeld verschijnen van de kleine omroepen Feduco, RVU en de ICOM. De NOS laat alleen nog de omroepers in beeld brengen bij de uitzendingen van schooltelevisie. Als wij hier 's ochtends in de studio komen om een uitzending van schooltelevisie te verzorgen, dan zijn we altijd een uur van tevoren aanwezig om de nodige voorbereidingen te treffen. En een van die voorbereidingen is een zogenaamde stemtest. En dat gaat dan ongeveer zo. Als ik hier binnenkom, dan zie je die papieren liggen, daar staat mijn tekst op en die neem ik van tevoren even door. Goedemorgen dames en heren, dag jongens en meisjes, welkom bij deze uitzending. Jur, mag ik een stemtest? Ja, oké. Okay. Goedemorgen dames en heren, dag jongens en meisjes, welkom bij deze uitzending waarin we gaan kijken naar de 12e aflevering uit de serie Jonge Onderzoekers. Het programma duurt ongeveer 19 minuten 14 en dan zijn we er wat de ochtenduitzending betreft alweer doorheen. We zijn vanmiddag terug om 14:30 met een aflevering uit de serie Het Verhaal. Is goed zo, Jur. Oké. Nederland 3 gaat werken met een zendervormgeving en voice-overs buiten beeld zullen de programma's aan- en afkondigen. De programma's op Nederland 3 tussen nu en 8:00. Om 19:45 het Jeugdjournaal. Om 19:55 TV3 met vandaag als gastpresentator Robert ten Brink. Karel Huibrechts is deze week namelijk met vakantie. Hiermee is een eerste stap gezet met een zenderprofilering. Op Nederland 1 en Nederland 2 is vanaf deze datum alleen een herkenningsfilmpje te zien aan het begin en einde van de uitzendingen. Dit is Nederland 2. ATV. U zag het in ons overzicht. We hebben twee heel bijzondere programma's vanavond. En daarbij heet ik u allemaal dan ook heel hartelijk welkom. Een nieuw tv-seizoen, dat betekent dat we ook weer van start zijn gegaan met de ochtenduitzendingen. Vanmorgen kon u eindelijk weer eens kijken naar Vrouw Zijn en de tv-fruitmand. 4 jaar geleden zonden we een documentaire uit onder de titel Terug naar Auschwitz. En die ging over de ervaringen van 3 slachtoffers van de Holocaust. Zoals u gemerkt hebt, lopen we inmiddels al zo'n 10 minuten uit. En dat betekent dat u het late journaal kunt zien om 11:50. Dus nu maar snel van start met Koprock. Ja, misschien weet u het nog. Het Songfestival, de Ombudsbus, het dominospel. Hij heeft die R niet, Arie eet.
bovenop het nieuws. Morgen kunt u ons weer op radio beluisteren om 10:30 onder andere met Willem Duis, Muziek Mozaïek. En morgen, dat is tweede paasdag, zijn we er op televisie vanaf 4:05. Nog een prettige dag en tot morgen. In oktober 1989 doet commerciële televisie zijn intrede in Nederland. De nieuwe zender, Radio Tele Veronique, oftewel RTL Veronique, gaat programma's verzorgen vanuit Luxemburg. Het gezicht van de nieuwe zender is Daphne Dekkers. De omroepbeurten komen uit Luxemburg, uit Villa Louvigny. Daar is het hoofdkantoor van de Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion gevestigd, de CLT. Om 9:10 kunt u kennis maken met onze nieuwe serie Equalizer. In deze serie draait alles om een gepensioneerd geheim agent, Robert McCall. Jean Valjean wordt gespeeld door Lino Ventura. Javert is Michel Bouquet. Maar nu kunt u kijken naar Raggedy Man, met in de hoofdrollen Sam Shepard en Sissy Spacek. Als er een technische storing optreedt, wordt er improvisatietalent gevraagd. Bon. Het wachten is dus op Caroline Tense. Maar ik denk dat ze de film nog even moeten starten. Ja, alles heb ik eigenlijk al verteld. Kan ik een teken krijgen? Ben ik nog steeds in beeld? Het lichtje brandt nog steeds, dus ik neem aan dat ik ook nog steeds in beeld ben. Maar ja... RTL Veronique besluit enkele maanden na de start, in februari 1990, de omroepsters niet meer in beeld te brengen vanwege de nieuwe programmering. Later in het jaar wordt RTL Veronique omgedoopt tot de populaire familiezender RTL 4. Nummer 1. Goedemiddag allemaal, welkom bij het begin van de uitzendingen van De Vader op deze donderdag. Uiteraard weer via Nederland 1, zoals u dat gewend bent. Dan kunt u nu kijken naar een speelfilm over het leven van Corrie ten Boom, genaamd The Hiding Place, oftewel De Schuilplaats. Nu als beleggingsprogramma Cash, live vanuit Studio Plantage Amsterdam en de presentaties in handen van Ton Planken. Over 17 seconden en over 7 dagen en 17 seconden kunt u gaan kijken naar zijn theaterprogramma Het Meisje van de Slijterij. Zo lang hoeft u trouwens niet op ons te wachten, want aanstaande maandag zijn we weer van de partij. Dan op de andere zender Nederland 1, Nationaal van 5:30. Voor de omroepen AVRO, KRO en NCRV wordt Nederland 1 vanaf oktober 1991 het nieuwe thuisnet. In deze samenwerking is naast de omroepsters het nieuwe Nederland 1-logo te zien. Allereerst de laatste aflevering deze zomer van Het Was Stil op Straat. Henk van der Meijden rond de serie af met een reeks legendarische televisiemomenten. Straks om 10:50 de Nederland 1 nachtfilm I Know Why the Caged Bird Sings met een prachtige rol van Constance Good. Maar het was niet de bedoeling dat u nu allemaal en masse zou gaan opbellen, want de telefooncentrale bij de KRO kan het helemaal niet meer aan. Nu het spelprogramma vol verrassingen waarin mensen proberen te raden wie de oude liefde van hun huidige partner is. Wil Simon is bij alle 99 voorgaande afleveringen betrokken geweest en vanavond presenteert hij het voor de laatste keer. Volgorde hebben we vanavond. Als de NCRV eind 1991 besluit om hun presentatiestijl te veranderen, moeten de omroepsters Lisette Hordijk en Tari Schreuder plaatsmaken voor nieuwe gezichten. Rond 10:10. Daarom. Hartelijk dank voor alle vriendelijke reacties van de afgelopen jaren. En in het bijzonder de steun die ik de laatste 3 maanden heb gekregen. 16 jaar lang heb ik voor de NCRV programma's aangekondigd en soms ook gepresenteerd. Ik zal er met heel veel plezier aan terugdenken. Het was een mooie tijd. Vanaf januari 1992 zullen de nieuwe omroepsters op het scherm verschijnen. Onze excuses hiervoor. De veranderingen die hiervan het gevolg zijn, hebben wij voor u op een rijtje gezet. Zo direct het laatste journaal op deze zender met Gerard Arninkhoff. En morgenochtend van 8:30 is de AVRO er alweer. Vanaf vandaag beginnen wij de woensdag. Door de opkomst van commerciële televisie wordt de zenderprofilering steeds belangrijker dan de afzonderlijke omroepen. De omroepers op Nederland 1 worden vanaf oktober dan ook vervangen door leaders en voice-overs die de programma's gaan aankondigen. Dit is Nederland 1.
komische speelfilm Soul Man vertelt het verhaal van een blanke Amerikaanse jongen die probeert als kleurling een studiebeurs te winnen. Het concert had verder als doel om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor aidsonderzoek. Tot vanavond 8 uur zijn de programma's voor jullie. We hebben een hele hoop nieuwe programma's, maar ook een aantal oude bekenden, waaronder het Kleine Huis op de Prairie waar we nu mee beginnen. Straks om 7:15 zie je Erik de Zwart weer en wel met een overzicht van de Nederlandse top 40. Zondagmiddag om 12 uur TROS Veronica Sport en morgenochtend zijn we er op Radio 1 vanaf 7 uur met de TROS Nieuws Show. Nu volgen nog een uitzending van Teliak en het late NOS Journaal. En wat ons allemaal betreft voor straks wat rusten en graag tot donderdag. Bij de VARA zijn er nog wel omroepsters in beeld te zien. Maar voor de NOS, VPRO en de kleine zendgemachtigden die op Nederland 3 uitzenden, wordt dit gezien als een belemmering. Deze omroepen werken tenslotte al met voice-overs. Goedenavond, hartelijk welkom bij de VARA op Nederland 3. Sommige mensen vinden nummer 13 een ongeluksgetal, maar wij hebben ons er helemaal niets van aangetrokken. En dat betekent dat over een paar minuten iedereen kan meezingen met 10 nieuwe liedjes van Kinderen voor Kinderen 13. We beginnen ons programma met een aflevering van de Engelse comedieserie Daar komen de schutters, gevolgd door het programma Lingo met Robert ten Brink. De VARA besluit om in augustus 1993 ook te stoppen met de omroepbeurten in beeld. De uitzending start voortaan met een voice-over die het geschreven programmaoverzicht zonder tussenkomst van een omroepster doorneemt met de kijker. Goedenavond en welkom bij de VARA. Zometeen een extra aflevering van Das Lachen, oftewel de allerbeste Amerikaanse cartoons. Direct gevolgd door een aflevering van All in the Family. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij de TROS. Veel grote sterren van verschillende nationaliteiten kunt u de komende 2 uur zien. Ook de asociaalste familie van Nederland viert oudjaar. Om 8 uur zie je wat voor ellende dat oplevert. Haar neef, Anthony Ainslie, die haar kost wat kost van de troon wil stoten. En hoofdbeveiliging Jack Vick, die Paula door dik en dun steunt en beschermt. Door de jaren heen zijn er naast de vaste gezichten ook omroepers te zien die invallen tijdens de vakanties of proefperioden. We vervolgen ons Elvis Presley-programma met een exclusieve show. En dan volgt nu uit de Engelse taalkursus Songs Alive de herhaling van liedje 7. Op vele verzoek herhalen we nu dit volgens een legende waar gebeurd verhaal. En ter gelegenheid van de Boekenweek presenteert Martine Bijl om 9:50. Daarna en dan is het 10:50, allo allo. En we sluiten de trotsavond af met In the Heat of the Night. De komende 74 minuten de serie Natuurkunde. Bedoeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. En dat is om zo dadelijk te beginnen een optreden van de Zweedse groep ABBA. De uitzending duurt tot bij 10:30 en ik wens u veel plezier op deze Veronica Shakespeare-avond. Bij de VPRO en NOS komen incidenteel omroepers in beeld bij speciale gelegenheden. Dag jongens en meisjes. Eindelijk is het grote moment gekomen waar jullie nu al nachtenlang van dromen. We gaan nu met z'n allen kijken of Sinterklaas ons land wel zal bereiken. We zijn deze avond per ongeluk begonnen met een aankondiging van de programma's van vorige week. Maar om 10:00 kunt u kijken naar een aflevering van Mary Hartman die u echt nog nooit eerder heeft gezien. 5 december is Sinterklaas jarig. En misschien komt hij wel bij jullie thuis op bezoek. Maar in elk geval komt hij dan in Sesamstraat. Dat begint dan wel veel eerder. Zeg maar tegen papa en mama, Sesamstraat dan al om 4:00. In 1995 stapt de jongere omroeporganisatie Veronica uit het publieke bestel. En gaat als zelfstandig commercieel televisiestation verder. Dit is Veronica. The Young One. Inmiddels is het 19:30, dus tijd voor onze super soap. Maar eerst nog even dit, want waar kun je nog meer naar kijken? Om 8:00 is Cas van Iersel er weer met Denk Tank. De quiz waar je alle antwoorden zomaar cadeau krijgt. Maar er zitten een paar gemene addertjes onder het gras. Maar laat ik nu dan echt stoppen met praten. Want dan kunnen we gaan kijken en vooral lachen en genieten van het Seks voor de Boeg-gala. Dat allemaal later. Eerst gaan we nog even flink op stap. Mocht je dat ook gaan doen, veel plezier en in ieder geval een goede nacht. De publieke omroep is vanaf mei 1995 ook aangesloten op het World Wide Web. De EO is een van de eerste omroepen die een voortrekkersrol heeft bij dit nieuwe medium, internet. Het is de evangelische omroep die besluit vanaf september 1996 de omroeppresentaties niet meer in beeld te laten brengen. De omroepsters nemen op gepaste wijze afscheid van de kijkers.
U ziet nu achter mij een overzicht van alle achtergronden die wij hier altijd gebruiken. U weet wel die foto's die achter de omroepsters worden geprojecteerd. Nou, ik denk dat ik ze in de afgelopen jaren allemaal wel heb gehad. Maar na woensdag mogen ze weg, dan zijn ze niet meer nodig, want na woensdag zijn er geen EO-omroepsters meer. De TROS en de NOT zijn de enige publieke omroepen die nog wel omroepers in beeld laten verschijnen. Oh, hallo, oh. Goedemorgen dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij deze uitzending van Schooltelevisie. Ja, sorry hoor, ik had niet in de gaten dat jullie er al waren. Ik was heel druk bezig. Kijk, ik heb een collage gemaakt. Ik heb allemaal mooie plaatjes uitgeknipt en opgeplakt. En weet je voor wie hij is? Voor Sinterklaas. Het gaat goed met Rob de Nijs. Zijn nieuwste single Bange Hart staat nummer 1 in de Nederlandse hitparades. En zijn nieuwe cd, De Band, De Zanger en het Meisje, krijgt alleen maar lovende kritieken. Het zijn bijzondere ontmoetingen en unieke verhalen. De TROS TV-show op reis. Vanavond met Kim Wilde, Jeanne Moreau en Anthony Robbins. Nou, ik neem mee mijn pyjama. En een handdoek. Natuurlijk een tandenborstel. Heel belangrijk. En Bob, mijn knuffel, gaat ook mee. Hè, Bob? Verder gaat de NOT en Teliac in 1996 fuseren tot de nieuwe omroep Teliac NOT. Ja, en in deze handleiding staan heel veel ideeën en suggesties om aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld, ik zal het even laten zien, die poppetjes, pindapoppetjes, dat maak je van die doppen van die pinda's. Grappig, hè? Kijk. Of bijvoorbeeld zo'n koe. Dat je van die lucifersjes eronder insteekt. Leuk, hè? Nou, het staat dus allemaal in de handleiding. Kijk voor meer informatie op internet of bel 0900 1344 0900 1344. Dat was het voor vandaag. Morgen is Schooltelevisie er weer en we beginnen dan om 9 uur. Graag tot dan en een prettige dag nog. Als de omroep in 1998 moet bezuinigen, besluit ook Schooltelevisie te stoppen met het fenomeen omroepers in beeld. Hey, ik wens jullie allemaal een heel fijne vakantie en tot de volgende september. Keer. Tot ziens allemaal. Dag. Dag. Doei. Dag. Zo jongens, dat was het. De televisie heeft inmiddels een groot aanbod in zenders. In de snel veranderende televisiewereld fungeert de omroepster als een zapmoment. Ze vertragen de programmering. Alle publieke omroepen, op de TROS na, hebben de omroepers laten vervangen door voice-overs ten behoeve van de zendervormgeving op Nederland 1, 2 en 3. Het is voor de TROS de reden om in september 2000 afscheid te nemen van de laatste twee omroepsters. Sjenaai Ustemier en Jerusha Geelhoed. Allemaal hadden ze eigenlijk dezelfde reden om uit Nederland weg te gaan. Fieke en Bert Meijer wilden niet in de buurt van kruisraketten wonen. Rien Achterberg vreesde een derde wereldoorlog. Nog meer oplichtingszaken kunt u morgen nacht zien in Kunst omdat het moet, ook op deze zender. Even na middernacht wordt een beeld gegeven van de kunstzwendel aan de hand van een voorbeeld van een beeldje dat zogenaamd gemaakt werd door Michelangelo als voorstudie voor zijn bekende Davidbeeld. Daarvoor het Eurovisie Songfestival om 9 uur. Dat is morgen. Maar bij het commerciële Veronica worden de omroepsters nog wel gehanteerd. Klanten van de casino worden geterroriseerd en beroofd door een motorbende. Nou, de eigenaar van de casino is dit zat en hij schakelt de hulp in van Reno en Bobby. Helaas, ook deze dinsdag zit erop, maar niet getreurd, want morgen zijn we natuurlijk gewoon weer bij je terug. Zelfde tijd, zelfde zender. Als de naam van Veronica in 2001 wordt veranderd in Jorin, verhuizen de omroepers mee naar de nieuwe zender. Een hele goede avond en fijn dat je nog steeds naar Jorin kijkt. Morgen op Jorin FM de top 100 aller tijden. Het begint om 10 uur tot 7 uur. Niet vergeten. Samen met Madonna is Kylie Minogue de enige vrouwelijke popartiest die zowel in de jaren 80, 90 als in deze eeuw nummer 1 hits scoorde. Ruud Gullit heeft een gesprek met Antonio Banderas. Maar dat allemaal pas na de capriolen van Mr. Bean. Op 30 maart 2003 valt voor hen definitief het doek. Ook Jorin besluit de omroepers naar het museum te sturen. Voor vanavond zit het er weer op. Bedankt voor het kijken. Hopelijk tot morgen. En wel te rusten.
Maar het is de kleine hindoe-omroep, de OHM, die tot december 2004 de programma's laat inleiden door een omroepster. Straks om 3:00 kunt u op Radio 5 weer luisteren naar De Lotusvijver, een programma met spirituele onderwerpen. Bedankt voor het kijken. Daarmee komt definitief een eind aan een tijdperk waarin meer dan 50 jaar lang de televisieomroepsters op een gezellige, maar vooral persoonlijke manier de kijkers op de hoogte brengen van de programma's. De televisieomroepster. Ooit een fenomeen met vele gezichten en namen. De televisieomroepster. Een verdwenen beroep. Maar het blijft nog altijd gegrift in ons waardevolle collectieve geheugen. Ik neem afscheid van u en eindig met wat mijn collega's en ik jarenlang aan het eind van de avond tegen u hebben gezegd. Voor straks, wel te rusten.